Ja, dames en heren, er zijn nog kaarten voor de voorstelling Waarstoems Schmerzen van Rundfunk. Het is inmiddels een vertrouwd gezicht, een lange rij voor de kassa van Rundfunk. Den Haag draagt het duo een warm hart toe. Er is nog geen voorstelling geweest waar geen bekenden in de zaal zaten, dus dat is wel heel leuk. En het is echt een gezellig terrein, echt leuk publiek, ook wat theaterpubliek. Hebben de rij gevuld? Zo zijn we ook al, ja. Een enorme rij. Het publiek laat zich niet afschrikken door soms keiharde grappen over een vliegtuigramp, anale seks of enge ziektes. Ik vind het heel leuk als een grap iets dit met je doet van oh, kan dat wel? Zo, dat vind ik spannender dan wanneer je een grap maakt over Belgen of zo. Schoonmoeders. Of dat soort dingen. Ja, dat is al heel vaak gedaan. Dus dan vind ik het spannender om over een onderwerp te doen wat nog een beetje... Titel van de voorstelling is Wachstumsschmerzen. Vrij vertaald, groeipijnen. En wij vonden onze jeugd allebei ook heel vet. Ja, we hebben al een hele leuke jeugd gehad. En het is leuk om te zien dat zeg maar heel veel volwassenen heel kinderachtig doen. En heel veel kinderen heel volwassen proberen te doen. En soort daar, dat is zo'n raar spanningsveld. Een echte formule voor een goede grap hebben de heren niet. Heel veel slap oude hoeren, heel veel frustraties uitspreken over de dingen in de wereld. Heel veel proberen elkaar aan het lachen te maken. Ja. En dat lukt blijkbaar heel aardig, want ook vanavond weer is het uitverkocht op de parade. Waar een totaal andere sfeer hangt dan in een gewoon theater. En hier komen mensen gewoon rustig 5 minuten later. Dan blijven ze net zo lang op de deur kloppen en tot ze... met bakken nachos en flessen bij de eerste rij. Wat ook heel leuk is, maar het is ook wel zo... Ik bedoel, de laatste voorstelling was altijd van de avond. Ja. Dan gaat het wel helemaal los. De mensen allemaal strak open zijn. Dat is wel lachen. Het is gewoon veel... Het is veel... Ja, je zit veel meer op elkaar. Je hebt veel meer direct contact. En het is heel anders, maar heel leuk.